We willen echt heel veel. We willen van alles. We willen dit, we willen dat, we willen zus, we willen zo. Mm-hmm. Maar het punt waar mensen op afhaken is door het te doen, weet je wel. Je mm-hmm. moet het doen om dat resultaat te bereiken wat je graag wil bereiken. Ja. Yeah. Met alleen de wil kom je er niet. Yo! Welkom bij de Bewust Genieten podcast. En deze keer met een speciale gast in Thailand met onze Suus. Voordat we introductie gaan doen, ga ik even een pre-introductie doen. We hebben al een hele podcast opgenomen van een goede 3 kwartier, bijna een uur. Het geluid viel weg, dus we gaan er nu nog één opnemen. Ik heb gevraagd of het geluid wil blijven doen, dus daar gaan we vanuit. En ja, er staat een tegenslag nog helemaal mooi om. Ja, het moet zo zijn en we gaan gewoon weer door. Suus zit naast mij. Ik denk dat bijna niemand van de luisteraars Suus kent. Dus ik begin altijd met de vraag, wie is Suus? Nou, ik ben Suus. Ik ben 31 jaar. Ik woon in Leiden. Ik kom officieel uit Brabant. En ik ben nu aan de vriend van mijn leven hier in Thailand. Oké, okay, mooi. Ja. Ik en Suus hebben elkaar hier 2-3 dagen geleden ontmoet. Hadden elkaar sowieso al ontmoet via Instagram. En nou, toen waren we ineens allebei in Kopenhagen, dus het was super nice. Suus draagt een energie met zich mee waarin ik mezelf heel erg herken. En Suus heeft gewoon een inspirerend verhaal, dus daarin gaan we even een leuk gesprekje voeren. waar jij 100% wat inspiratie uit kan halen. Ik ben benieuwd. Even introductie over Suus. Suus is dus personal trainer. Dat was ze niet altijd, ze was eerst kapster, dus ik ben benieuwd. Jij hebt het verhaal al verteld, maar ik ga het nog een keer vertellen. Jij doet nu personal training, maar toch ben je overal aan het reizen. Hoe kan dat en hoe ben je begonnen met personal training? Vertel eens. Oké, ik was eerst kapster en toen... Oh, er komen echt mensen langs lopen nu. Oh, yo. Ja, yeah, we are taking a video. Is that okay for you? Ja, je kan wel, of course. Het is oké. Er komen even mensen langs. Dat gebeurt gewoon een beetje al. Helemaal prima. Ja, dat kan gewoon. Ja, gaan we door, hoor. Oké, nou, in ieder geval. Ik ben op mijn 15, 16e ben ik begonnen als kapster. Mm-hmm. Ben ik in een kapsalon gaan werken. Heb ik 8 jaar gedaan. Ik heb een kappersopleiding gedaan. En toen... kreeg ik een relatie met iemand uit Leiden. Mm-hmm. En toen ben ik in een kapsalon gaan werken in Leiden. Toen heb ik dat ook een paar jaar gedaan. Ik was altijd heel erg veel bezig met sporten. Ik sport denk ik al zo'n 10, 12 jaar of zo. Echt aan één stuk door. Er is geen week dat ik niet train. Ja, tenzij ik soms op vakantie ben, dan kan ik misschien even een weekje overslaan. Mm-hmm. Maar ja, dat, dat sporten... Dat vond ik altijd gewoon super leuk om te doen. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken van hoe kan ik een beetje de sportwereld inrollen. Toen ben ik daar een beetje onderzoek naar gaan doen. En toen mocht ik in de sportschool les ook mee gaan geven. Ja, hoe begon dat? Want het is wel leuk om te vertellen. Jij werd ineens voor de klas gezet. Ja, het was zo. Ik volgde altijd ook al groepstessen. En toen heb ik gevraagd van, joh, weet je wel, ik vind sporten zo leuk. Hoe kan ik een beetje de sportwereld inrollen? Nou... Ik was van plan om met die groepsles mee te gaan doen. En hij zei gewoon ineens van, joh, Suus, jij gaat die les vandaag doen. Dus toen dacht ik van, oh my god, weet je wel. Ja, helemaal geen voorbereiding, nul ervaring, nog nooit voor een klas gestaan. Ga dat dan maar even doen, weet je wel. Yeah. En ik was van de veronderstelling eigenlijk dat ik zelf gewoon lessen mee zou doen met die groepsles. Dus ik dacht, oké, nou weet je, Suus, dit is het moment, ik moet het gewoon doen. Want ik kan natuurlijk niet zeggen, nee, dat wil ik niet. Ik wil natuurlijk de sportwereld in, dus ik moet ook bewijzen dat ik het kan. Dus ik ben voor die klas gaan staan, ik heb een groepstest gegeven. Het was super spannend. Ik stond er echt als een of andere militair, weet je wel. Omdat ik natuurlijk geen houding weet te geven. Omdat je helemaal stijf staat van de zenuwen eigenlijk natuurlijk. Yeah. Maar het was wel echt super erg uit mijn comfortzone. Maar ik heb er wel heel veel van geleerd, want het was wel echt heel tof. Aan het eind van die les kwamen al die mensen naar me toe van, joh, Suus, wat superleuk, dankjewel voor de les. Het was echt een hele fijne les. Ja, dus daar haalde ik heel veel energie uit. Weet je? Dat was gewoon super leuk om, om die mensen gewoon een fijn gevoel te hebben gegeven. En ook zeker omdat ik het
zonder voorbereiding had gedaan, weet je wel. Ik werd echt gewoon out of the blue gewoon ineens voor die klas gezet. Mm-hmm. Dus ja, toen ben ik dat eigenlijk gaan doen. En ben ik echt de sportwereld ingerold eigenlijk. En ben ik een personal training opleiding daarnaast gaan doen. Naast mijn werkzaamheden als kapster, want dat deed ik ook nog 4 dagen per week. Mm-hmm. En zo ben ik het een beetje op gaan bouwen eigenlijk gewoon. Dus ik was ook nog met die opleiding bezig. Ik was les aan het geven. Ik was kapster, dus ik was super druk. Mm-hmm. Ik maakte echt hele lange dagen in die tijd. Mm-hmm. Ik begon om 7 uur 's ochtends al met les te geven. Ging ik 9 tot 6 ging ik werken. Opleiding tussendoor. En dan ook nog 's avonds ging ik ook nog les geven. Mm-hmm. Ja, je moet toch wat opbouwen natuurlijk eigenlijk. Yeah. Dus ja, in het begin is het gewoon heel erg hard werken altijd. Als je wat wil bereiken. Mm-hmm. Maar ja, uiteindelijk ben ik dat gaan doen. Super mooi. En ja, waar denk je dat de kracht vandaan komt om dus... Om dus dan zoveel ervoor te doen? Ja, ik had gewoon heel erg in mijn hoofd, ik wil gewoon in de sport gaan werken. Dus mijn drive was echt, ik wil dat gewoon heel graag. Omdat ik eigenlijk gewoon iets aan het doen ben, letterlijk, wat ik heel leuk vind. Ik vind sporten leuk. Mm-hmm. Dus hoe is het, leuk is het als ik mijn energie kan overbrengen op die mensen, weet je wel. Dat ik gewoon eigenlijk iets aan het doen ben wat ik in mijn vrije tijd ook al doe. Dus dan ben ik eigenlijk gewoon mijn werk, ben ik gewoon... Maak ik eigenlijk gewoon mijn hobby. Mijn hobby ben ik eigenlijk gewoon aan het doen. De hele dag door. Yeah. Dus dat was echt mijn motivatie om het echt door te zetten. En gewoon ervoor te gaan. En het kostte me ook niet echt moeite op dat moment om die les te geven. Omdat ik het gewoon super leuk vond om te doen. Ja, ja, ja. Weet je wel? Dus dat is eigenlijk mijn drijf geweest. Om het gewoon te gaan doen. En gewoon alle tijd te investeren die ik daarvoor had. En ja, dat was wel heel erg mooi. Want het was... Ik ben eigenlijk begonnen, dus ik was natuurlijk dan nog kapster. Daarnaast was ik dat dan aan het opbouwen. En toen had ik nog geen locatie of zo. Ik gaf eerst les in die sportschool en gaf ik die groepslessen. Uiteindelijk ben ik voor mezelf gegaan. En ik had eigenlijk een karretje achter mijn fiets. Dat was zeg maar waar ik al mijn spulletjes vervoerde. De dumbbells en... Ja, dumbbeltjes en kettlebells en zo. Eigenlijk om die lessen te kunnen geven. Mm-hmm. Want ik gaf dus bootcamps buiten. Ik begon met bootcamps buiten geven. Mm-hmm. Dus ik ging eigenlijk bootcamps geven en ik kondigde dit aan op Facebook. En het concept heette Secret Bootcamp. Dus mm-hmm. ik gaf eigenlijk les. Maar de mensen kregen pas een dag van tevoren te horen waar die bootcamps dan was. Mm-hmm. Dus dat vonden mensen superleuk, omdat het elke keer op een andere locatie is. Ik wist het een week van tevoren ook nog niet waar het was, weet je wel. Ik moest ook elke keer gaan kijken van, oké, waar zal ik die les gaan geven? Yeah. En toen ben ik het eigenlijk een beetje zo gaan opbouwen. Ik heb dus bootcamps gegeven, daarna werd het steeds drukker. Toen heb ik een anti-kraakpandje gehuurd. Mm-hmm. In zo'n brandweerkazerne. Er was een ruimte vrij. Heb ik daar mijn materialen heb ik een paar van gekocht. Toen ging dat ook steeds beter. Toen heb ik een andere locatie ben ik gaan huren waar ik nu nog steeds in zit. Mm-hmm. En zo ben ik het eigenlijk een beetje gaan opbouwen. En toen kreeg ik op een gegeven moment steeds drukker met personal training. En ben ik eigenlijk gewoon gestopt met... heb ik op een gegeven moment gewoon voor mezelf besloten, weet je wel. Ik vind het zo leuk om te doen. Mm-hmm. Ik ga gewoon stoppen met kapser. En wat liet jou die stap zetten? Waarom, zeg maar, dat is natuurlijk super spannend. Dat was bij mij natuurlijk ook toen ik stopte met mijn banen. Wat liet jou die stap zetten om dat te doen? Nou, voor mij was het eigenlijk echt zo van, oké, ik ben nu kapser. Ik wil dit gaan doen, personal training. Als ik dat er echt een serieuze kans wil geven en er echt voor 100% voor wil gaan, moet ik daar ook 100% tijd in gaan instoppen. Ja. Yeah. Dus, en ik heb mezelf afgevraagd, wat is het ergste wat mij op dat moment kan gebeuren als ik stop met kapster? Mm-hmm. En het dan niet zou lukken, zeg maar, als personal trainer. Kan ik altijd nog weer als kapster, zeg maar, verder gaan. Of ik ga wat anders doen. Dus, weet je, er zijn altijd oplossingen om het dan weer op te lossen. Maar dan heb ik het wel geprobeerd. En als je het niet probeert, zou je ook nooit weten hoe dat gevoel is als je het wel zou doen en het zou wel lukken. En daar heb ik me gewoon heel erg aan vastgehouden, aan gewoon het vertrouwen dat altijd alles goed komt. Mm-hmm. Voor mij komt altijd alles goed. Als ik de vraag, bij alles wat ik doe, stel ik mezelf de vraag, wat is het ergste wat me kan overkomen? En ik kan die vraag niet beantwoorden met, ik ga er dood aan, dan kan je het gewoon doen. Want het lost zichzelf altijd wel weer op. Precies, precies. En er is altijd een mogelijkheid en een oplossing. En nou ja, dat voorbeeld gaf ik ook van... We hebben het gisteren nog over gehad. Stel je wil gaan reizen en je wil ervaren hoe dat is.
je kunt hierheen gaan of je hebt geen geld. Je hebt alleen geld voor een ticket. Nou, zelfs dan kun je dat gewoon gaan doen. En dan zie je het hier maar. En dan ga je in een koffietentje werken hier of zo. En dan verdien je niet zoveel, maar je kunt wel leven. En dat is dan een voorbeeld met reizen, maar gewoon met alles. Ja. Er is altijd een oplossing en een mogelijkheid. En als je heel goed weet waarom je iets dus niet wil doen. Waarom je iets niet wil doen. Dus datgene waar je niet goed van wordt. En je bedenkt daar alles bij. Dus wat ik in het verleden heb gedaan van... Hè, ik wilde niet heel mijn leven met het koffietentje blijven werken. Ik vond het wel prima, maar ik was dingen aan het opbouwen. En soms dan zijn er tegenslagen momenten en dan zit je er zo doorheen. En dan denk je van, ja, moet ik dan maar niet toch? En moet ik dan toch niet terug naar het oude? Of weet je al, die dingen komen dan langs. En toen ben ik gewoon gaan visualiseren, letterlijk met mijn ogen dicht. Gewoon van, ja, wat nou als ik dan dat ga doen? En, oh mijn god, en dan kwam er zo'n vuur en pijn, motivatie, geluk, alles bij elkaar. Ja. Gewoon, waarvan ik voelde van, no, we gaan echt 100% hiervoor, weet je. Ja, en het zijn ook echt de keuzes die je moet maken voor jezelf, weet je wel. Je moet het jezelf echt gunnen, weet je wel. Net als dat zo'n reis of zo. Ik leef echt om te reizen, zo zie ik het echt. Want ik haal daar echt mijn meeste geluk en mijn meeste gevoel van vrijheid haal ik daar gewoon uit. Mm-hmm. Dus je moet dat jezelf ook gewoon gunnen. En soms zeg ik mensen van, joh, weet je wel, je gaat wel vaak op vakantie. En dan denk ik van, ja, maar dat zijn bewuste keuzes voor mezelf om dat te doen. Omdat ik daar heel erg blij van word. Kijk, sommige mensen die worden simpelweg blij van een auto van 50.000 euro, wat ze dan kopen. Mm-hmm. Vind ik heel, weet je wel? Ja, ik ga ook niet zeggen, waarom koop je een auto van 5.000 euro? Ik kan daar 100.000 verschillende reisjes van maken, weet je wel. Yeah. Dus het zijn echt keuzes die je voor jezelf maakt. Wat vind jij belangrijk? Wil jij een auto van 50.000 euro en je wordt er helemaal blij van? Doe vooral je ding. Maar dan kan je andere dingen niet misschien. Of misschien wel, als je gewoon heel veel geld hebt. Yeah. Maar je moet altijd keuzes maken, weet je wel. Dus wat voor keuzes maak jij voor jezelf? Wat geeft jou het meeste geluk en het ultieme gevoel van vrijheid wat je op dat moment wil ervaren? Voor mij is dat reizen. Ja, ja, heel mooi. Heel mooi. Ik ben benieuwd. Jij, daar hebben we sowieso ook buiten de podcast over gehad. Er zijn een aantal dingen gebeurd in jouw leven waardoor jij eigenlijk meer bent gaan leven. Jij geniet ook heel erg van het leven. Dat is ook een leuke spiegel voor mij. Ik zie jou genieten, intens genieten. Je spreekt ook uit. En dat vind ik zo mooi, omdat heel veel mensen die genieten dan misschien van de echte hoogtepunten, weet je wel. Maar alles daartussen niet. Dus op vakantie gaan en naar een festival of naar een feestje, dat is dan helemaal de bom. En dan ben je helemaal de koning of de koningin. En dan daarna, de rest door de dag, de rest van de week is dan helemaal kut. Dus dan, mensen leven echt voor het weekend en voor de vakanties, heel veel zie ik. Maar je kunt ook zo genieten van alles daaromheen, weet je. En wat heeft jou meer laten genieten? Waarom geniet jij zoveel van het leven? Nou, bij mij is dat eigenlijk een paar jaar geleden, of in ieder geval van sinds 2013, is eigenlijk een beetje die shift bij mij een beetje gekomen. Ik heb op een jonge leeftijd, of niet wat 8 jaar geleden, dus toen was ik zelf, ik was 23, mm-hmm. Heb ik eigenlijk al 2 vriendinnen verloren die dezelfde leeftijd waren als dat ik was. Mm-hmm. Dus dan ga je wel echt even anders nadenken van, het leven is niet voor altijd. Wij worden niet allemaal 80, weet je wel. Het leven kan zo voorbij zijn, dus nu is het enige wat echt is. Mm-hmm. Dit is de tijd dat je moet genieten gewoon, weet je wel, van je leven. Dit is het moment. Ja, weet je, wanneer je het meest gelukkig gewoon moet zijn. En je moet niet alles uitstellen, weet je wel. Probeer nu in het nu te leven. Als je nu wat wil doen, moet je het nu doen. Ja. En ja, dat is bij mij echt wel een switch geweest van... Als ik gewoon iets wil doen en ik kan het voor mezelf mogelijk maken, dan ga ik het gewoon doen. En ik ga het niet meer uitstellen. Ik ga het gewoon letterlijk doen. Ja. En ik heb wel een leuk voorbeeldje. Getagd in een filmpje met iemand was dan door de woestijn, een aan het snowboarden. Mm-hmm. En toen dacht ik zo, dat lijkt me wel echt super vet. Ik heb nog nooit gesnowboard, nog nooit geskiet, helemaal niks. Dus toen dacht ik van, ja, waarom ga ik dat niet gewoon doen, weet je wel? Het lijkt me leuk, ik krijg er een goed gevoel van.
Dus ik ben meteen eigenlijk gaan zoeken op internet bij Snowworld welke cursussen er zijn. Ik heb me meteen aangemeld voor de cursus. 4 weken cursus gedaan. Fucking vet. Ik heb hem inmiddels afgerond. Mm. Ja, en weet je, dat vond ik wel weer echt super cool. Gewoon dat ik denk, why not? Weet je wel, doe het gewoon. Mm. Als jij iets wil doen, doe het nu. Ja, dat vind ik ook zo mooi, hè, want zo zit ik ook helemaal in elkaar. Gewoon, ik zie dat en dan zijn er niet zoveel twijfels van, ja, maar wat is dit, dat is zo, blablabla. Leven, weet je wel. En ja, dat vind ik echt zo'n mooie instelling. Wat zou jij mensen willen meegeven die twijfelen over wat dan ook, over beginnen met de onderneming, over op reis gaan, over iets nieuws leren, over stop met je baan en beginnen aan dit, whatever it is. Wat zou die mensen willen meegeven die zich nog door iets laten tegenhouden? Ja, probeer echt na te gaan eigenlijk wat voor jou echt belangrijk is, wat jou een fijn gevoel gaat geven. Mm-hmm. En probeer aan dat gevoel heel erg vast te houden. Dus niet elke keer te denken van waarom je het niet zou doen. Bedenk gewoon voor jezelf waarom je het wel zou doen. Want uiteindelijk is dat de reden waar je die motivatie van krijgt. Waarom ben je geïnspireerd? Wat is die inspiratie geweest? En dat ga je omzetten in motivatie. En doe het gewoon, weet je wel. Want ik merk heel veel, bijvoorbeeld ook in sport, weet je wel. We willen echt heel veel. We willen van alles. We willen dit, we willen dat, we willen zus, we willen zo. Mm-hmm. Maar het punt waar mensen op afhaken is door het te doen, weet je wel. Je moet het doen om dat resultaat te bereiken wat je graag wil bereiken. Yeah. Met alleen de wil kom je er niet, weet je wel. Mm-hmm. Je moet het ook echt doen. Ja. De why en de actie. Je moet het gewoon doen. Yeah. En als je gewoon echt iets interns heel graag wil, just go for it. En zie wat het je gaat brengen. En als het niet het effect is wat je wil bereiken eigenlijk, dan heb je het wel geprobeerd. En heb je daar ook weer lessen uit gehaald. Want elke reis die je gaat maken, geeft je ook weer zoveel lessen waar je ook weer super erg groeit van als persoon. Dus niks is, je hebt nooit gefaald. Je hebt alleen maar geleerd. Ja, oh, dat vind ik zo mooi. Je hebt alleen maar geleerd. Ja, ik zeg altijd, falen bestaat niet. Faalangst bestaat niet. Faalangst is een illusie. Want als jij falen gaat zien als, ik ben iets aan het leren, ik ben aan het groeien. Dus iedere keer wanneer ik heb gefaald, dan heb ik dus iets geleerd. Dus ben ik erachter gekomen wat het niet is, zodat ik vervolgens er meer achter kan komen wat het dan wel is of hoe het wel moet. En dan is falen gewoon een dikke vet bullshit, weet je wel. Ja. Het is gewoon het onderdeel van de weg die je bewandelt. Gewoon het proces. Ja. Ja, en ik denk dat zeg maar te veel mensen genoegen nemen met wat ze kennen, mm-hmm. wat ze hebben, zeg maar. Mm-hmm. Alleen dat ze geen idee hebben wat er nog meer mogelijk is. Wat je allemaal kan creëren zelf. Wat je met je eigen lichaam kan creëren. Wat je met je eigen mind kan creëren. Hoe je naar de wereld kijkt. Hoe je dingen ziet. Hoe je met mensen omgaat. Hoe je gesprekken voert. Hoe je wil dat mensen met jou omgaan. Maar ook hoe jij met mensen omgaat. Weet je? Mm-hmm. Dat zijn allemaal zulke mooie bewustwordingen, zeg maar. En waar je eigenlijk gewoon over na moet denken, ja, wat je leven gewoon echt een verrijking kan gaan geven. Weet je wel, we moeten niet zo blijven leven. Probeer dit te doen. Probeer echt je ogen te openen en probeer overal lessen uit te halen. Want dan ga je echt groeien als persoon. En ja, dan is het leven zo mooi, weet je wel. Je kan het leven zo mooi maken. Je kan je eigen leven designen gewoon. Ja, ja, je bent de creator van je eigen leven. En dat voorbeeld gaven we toen straks, dat vind ik wel leuk om te delen. Die boom, die kun je op heel verschillende manieren bekijken. We kunnen zeggen, dit is lelijk of dit is mooi. En dat is dan ook zo. Dus zeg maar, er is niks mooi of lelijk of goed of slecht of dit of dat. Jij maakt wat het is. Ja. Ik kan die boom nu bekijken als dus lelijk en dan is hij dus lelijk. En ik kan hem bekijken als mooi en is hij dus mooi. Hoe kan dat? Wat is het verschil? Hoe ik er naar kijk? Ja. En nou ja, dan ga ik het voorbeeld geven. Ik weet niet of ik ooit in een podcast heb gedeeld of dat ik dat in sessies of zo geef ik dit voorbeeld in ieder geval vaak. Is iets bekijken vanuit angst of liefde. Of zelfhaat of zelfliefde. En dat was dus het voorbeeld met toen ik een beetje aan het opbouwen was met sporten. Toen kwam ik wel eens terug van de sportschool of dit of dat. En de ene keer dan dacht ik echt van wow, nice, weet je wel. Ik ben gegroeid en ja, chill, vooruitgang.
En de andere keer dan dacht ik, ja, waar zijn de spieren, weet je wel? Ik ben allemaal hard aan het trainen, waar blijft het? En toen ben ik dus gaan testen. Ik snap het niet. De ene keer zie ik dit lichaam, de andere keer zie ik dit lichaam. En het is een weekverschil, dit slaat nergens op, weet je wel? Dus toen ben ik... Dan ben ik gaan kijken eerst vanuit zelfvaart, heel erg kritisch en heel erg, gewoon kritisch. Dus dan ging ik kijken en dan zag ik alles wat beter kon en dit en dat is en zo. En dan, ik zag, ja, dat. En vervolgens draaide ik me om, deed ik mijn ogen dicht voor 5 seconden. En toen switchte ik even de energie in mezelf en dacht, oké, nu ga ik kijken gewoon. Puur vanuit liefde, wat is allemaal goed? En ik zag gewoon letterlijk een ander lichaam. Ik zag een andere persoon. Dus het veranderde letterlijk. Mijn realiteit veranderde in een paar seconden doordat ik anders vanuit een ander bewustzijn ging kijken. En zo werkte het met alles in het leven. Ja, maar het is ook echt, je kan alles... Ja, je kan zoveel zelf creëren. Het is ook op een andere manier kan je het ook creëren. Kijk, ik bedoel, als jij denkt de hele dag dat jij hoofdpijn hebt... Geloof maar dat je aan het eind van de dag hoofdpijn hebt, weet je wel. Dat heb je zelf gecreëerd in je hoofd. Yeah, yeah. Dus als jij iets op een hele positieve manier bekijkt en zo... en jij, ja, je gelooft daar gewoon heel erg in... dan kan je het ook op die manier kan je ook ervaren, weet je wel. Dus je kan het allemaal zelf manifesteren eigenlijk, weet je wel. Het is eigenlijk echt je eigen gedachtegang. Dus je kan je leven zoveel mooier maken als jij niet naar buiten loopt en... Weet je wel, zwaar, Jezus man, ik moet vandaag weer werken, bla bla bla. Oh, nou, en dan ga je naar buiten en dan denk je, Jezus man, het allemaal wolken aan de lucht, bla bla bla. Mm-hmm. Maar je kan ook zo zien, bijvoorbeeld, er heeft een dag geregend en dan schijnt ineens de zon. En maar er zit nog wel die wolken aan de lucht. Zie jij nog steeds die wolken? Maar je ziet dan, je kan dan wel dat puntje van dat licht kan je dan ineens zien, als je het op een positieve manier bekijkt. Mm-hmm. Dus denk je, zo, vandaag schijnt de zon wel weer. Lekker. Ja. Weet je wat, het is dezelfde situatie, alleen hoe kijk je daar tegenaan? Ja. Weet je, kan je alleen maar die wolken zien? Of zie jij daarachter ook dat zonnetje nog? Ja, maar ik denk altijd, als het regent, het boeit me gewoon niet of het regent of de zon schijnt. Het boeit me echt niet. Ik zit hier nu in de zon, ik vind het lekker. Maar als ik in Nederland ben en het regent en ik zit binnen, vind ik het ook lekker. Maar als zit ik buiten, vind ik het ook lekker. Want dan zit ik op mijn scooter, helemaal nat geregend. En dan zit ik, ja echt, ik zing dan op de scooter, hè. En dan ga ik gewoon, soms dan bijt en regent het zo hard. En dan is een soort van geweld. En dan ga ik maar meedoen met het geweld. Dus dan ga ik gewoon, wow, weet je wel. Dan ga ik gewoon helemaal achterlijk doen. Maar ja, dat helpt mij om zelfs dus te genieten van de regen. En zo kun je... Ja, genieten van het leven gewoon. Dus het leven is niet alleen mooi met de zon, maar het leven kan ook mooi zijn in de regen. Omdat het is gewoon de ervaring ervan, weet je wel. De hele ervaring van sporten. Je gaat helemaal naar de tering. En ook dat je helemaal naar de tering gaat en helemaal tot het uiterste is zo'n ervaring. Wow. En daarna heb je ook weer een ervaring van... Oh, ja, juist wanneer je... Ja, in ieder geval als ik naar mezelf kijk, ik geniet het meest ervan als ik echt tijdens de training all the way ben gegaan en echt gewoon helemaal stuk, want daar hou ik van. Op dat moment denk ik nee, maar achteraf, dan vind ik het juist super, super lekker, want dan voel je helemaal die energy in je lichaam. Yeah. Juist omdat je helemaal stuk bent gegaan, ben je daarna zo krachtig, maar ook mentaal ben je veel krachtiger, want je hebt het gedaan, weet je wel. Yeah. En je voelt gewoon aan het eind van die training, ben je gewoon helemaal... full of energy en je kan gewoon die dag knallen gewoon, weet je. Je bent gewoon zoveel productiever na echt een workout wanneer je helemaal kapot bent gegaan. 100%, ook omdat het soort van, ik merk ook dat als ik in de ochtend, kijk, ik doe heel vaak een workout en de ene keer train ik net iets harder dan de andere keer, dat is gewoon zo. Maar als ik dan helemaal dus tot het uiterste ben gegaan, dan ben je ook aan het begin van de dag al uit die comfortzone gegaan. En ik hoop niet dat de wind heel storend is. Aan het begin uit die comfortzone gegaan. En daardoor doe je de rest van de dag doorheen wat je ook allemaal aan het doen bent. Gaat gewoon veel krachtiger. Ja, ja. Daarom is ook die koude douche ook zo krachtig om dat in de ochtend te doen. Dan heb je in de ochtend al gelijk iets zo erg iets overwonnen. Ja, ja, maar dat is ook echt super chill, hè. Ik doe dat tegenwoordig ook. Mm-hmm. En dan ga ik douchen. En dan daarna draai ik in één keer, bam, die warme kraan uit. En dan sta ik ineens onder een ijskoude kraan.
En dan krijg ik me toch een energieboost, jongen. Ja, dat is, voelt wel echt lekker. En dan denk je gelijk, bam, je staat gelijk aan voor de hele dag gewoon. Dus dat, ja, dat vind ik ook wel echt chill. Is echt aan te raden. Je moet echt even een koude douche nemen. Weet je, je wil eigenlijk... Je staat in de douche en je denkt eigenlijk, nee, dat wil ik eigenlijk niet. Mm-hmm. Maar het moment dat je het hebt gedaan en je bent daarna uit die douche. Zo, dat gevoel, dat is echt gewoon onbeschrijfelijk. Dat is echt zo vet. Yeah. Ik moest daar eerst ook even doorheen hoor, dat zeg ik wel heel eerlijk. Mm-hmm. Maar ja, je kan je mind er ook heel erg mee trainen door de dingen te doen waar je eigenlijk geen zin in hebt. Want daardoor word je sterk. Precies. Als je alleen maar dingen doet waar je allemaal goed in bent, bla bla, denk je dat je daar sterker van wordt? Nee. Precies. Er gaat niks gebeuren met je mind. Constant uit die comfortzone treden. Elke keer die uitdaging aangaan, weet je wel. Challenge jezelf. Yeah. Ik challenge mezelf gewoon soms met dingen waarvan ik denk, nee man, daar heb ik echt geen zin in. Oh nee? Oké, dan gaan we het doen juist. Ja, juist. Dan gaan we het juist doen. Jij wil niet, jij gaat het doen. Juist. Heel mooi. Wat heeft jou het meest geholpen in jouw persoonlijke ontwikkeling? Mijn persoonlijke ontwikkeling, ik ben daar echt, ik denk rond de coronatijd een beetje mee begonnen, zeg maar. Mm-hmm. Toen ben ik eigenlijk al mee begonnen. En mijn start-up, zeg maar, was tijdens een mushroom ceremonie. Mm-hmm. En ik had mushrooms gedaan. En in de coronatijd kon je natuurlijk helemaal niet... alles was dicht. Letterlijk alles was dicht. Er was niks te doen. En toen dacht ik van oké, daar ga ik me echt aan focussen op zelfontwikkeling. En ook weer in oplossingen denken. Wat kan je dan wel doen met de periode natuurlijk? Want er zijn zoveel dingen te doen in dit. Ja, echt hoor. We moeten niet denken in beperkingen wat we allemaal niet kunnen doen. Het is maar op dat moment gewoon wat het is. Wat kunnen we wel doen? Probeer daarop te focussen, want het andere heb je geen invloed op. Dus daar hoef je ook geen energie aan te besteden. Precies. Dus, dat was even een side note. En dus ik ben op zoek gegaan. Ik dacht, ik wil dat gaan doen, maar ik wil dat dan wel echt in de perfecte setting. Ik ben gaan zoeken op Airbnb. Niks was natuurlijk te verkrijgen. Uiteindelijk had ik wel iets gevonden. Mm-hmm. Een boot. Nou echt, als je daar komt, het is gewoon... Je kan het bijna niet beschrijven, het is zo kleurrijk. Het is gewoon zo perfect, gewoon in een hele spirituele setting met stenen, planten in de boot. Het is zo'n bijzondere plek. En wat ging je daar doen? Mushrooms ging daar doen. Oké. En het was gewoon zo bijzonder, want in die boot, er waren geen lampen. Alles was met kaarsen. Mm-hmm. Die man van die boot, die dat dus verhuurde, die ging dus ook zelf meedoen. En die maakte de hele reis nog veel intenser eigenlijk met muziek. En ja, daar heb ik echt zoveel inzicht gekregen. Gewoon over het bewustzijn van jezelf, hoe je denkt. Je gaat jezelf reflecteren, hoe je het doet. Je kan jezelf vragen stellen, je kan er zelf antwoord op geven. Yeah. Je leert zoveel over jezelf. Het is echt een reis in jezelf, zo moet je het zien. Mm-hmm. Ik denk dat iedereen er wel echt heel veel aan zou hebben als ze er voor open zouden staan. Want het is gewoon een super bijzonder plantmedicijn eigenlijk om echt in jezelf te gaan. En eigenlijk echt naar plekken toe te gaan. Wat misschien ook niet leuk is, maar juist om het ook weer te verwerken. Om juist weer heel erg sterk verder te kunnen gaan. Juist. En het is eigenlijk gewoon iets super bijzonders. En daar is eigenlijk een beetje mijn reis begonnen. En vervolgens ben ik heel veel gaan lezen, bewust te worden van mezelf, meditatie te doen. Juist die calmness heel erg in mezelf te gaan vinden. Want ik sta altijd heel erg aan. Ik ben echt een energiebom. Ja, ik weet het. En dus ik weet je wel. En juist met mediteren kom je soms echt even in die rust en even in die peace. En even tot jezelf. En dan kan je echt gaan nadenken over de dingen die je graag zou willen weten. Of wat je graag zou willen creëren. Mm-hmm. Dus meditatie heeft me daar ook heel erg mee geholpen. Ik heb breathwork gedaan. Choco Bliss was ook een hele bijzondere ervaring. En ja, zo gaat die reis de hele tijd verder. Weet je, je bent continu eigenlijk... Dit leven zit vol met lessen. En hoe meer je open staat ervoor om die lessen te leren en te willen begrijpen en er wat mee te doen om nog een beter en mooier persoon te worden. Mm-hmm. Ja, dan is het leven zo mooi, weet je wel. Je kan gewoon... Ja, je kan gewoon letterlijk zo'n mooi leven voor jezelf creëren door ook echt bewust te worden van jezelf, van wie je bent, waar je voor wil staan, waar je heen wil, wat je wil gaan doen.
En weet je, het is, we leven in deze wereld heel snel in een rush. En probeer soms even die kans bij jezelf te vinden. Door middel van meditaties of zo, weet je wel. Mm-hmm. Meditatie wordt altijd heel erg gezien als zweverig. Weet je wel, als ik praat over meditatie, mensen begrijpen niet wat het voordeel is van meditatie. Weet je, mm-hmm. Het is niet zo dat het zweverig hoeft te zijn. Mm-hmm. Het is gewoon puur iets gewoon van. Meditatie is gewoon be in the moment, right now. En ga naar het gevoel toe wat je op dat moment hebt. En ga het proberen te verklaren. En ga jezelf proberen te begrijpen. Dat is het gewoon, weet je wel. Echt, meditatie kan je ook overal doen. Je hoeft niet altijd per se te gaan zitten. Je kan ook gewoon letterlijk staan op een fucking drukke plek. En be in the moment right now. Dat Of tijdens het lopen of tijdens een koffie drinken, weet je wel. Bewust zijn van het koffie drinken, weet je wel. Ja. Leg alles weg. Pak het kopje koffie. Neem een slokje. Doe je ogen dicht. En dat kan soms zo fijn zijn. Want dan proef je echt alles. Al die smaken en die beleving. En dan hoor je ook de geluiden op de achtergrond terwijl je die slok neemt. En ruik je. Ja, het is echt gewoon. Een kopje koffie drinken kan zo'n beleving zijn. En het is echt mijn geluksmomentje van de dag. Ik besteed daar zoveel. Ik hecht daar zoveel waarde aan. Want ik loop gewoon naar de stad. Dat vind ik al wel heerlijk, weet je wel. Loop ik al gewoon. Soms dans ik door de stad. Want dat is ook gewoon. Dan moet ik mijn energie kwijt. Dan ben ik gewoon aan het dansen. Gewoon door de stad heen. En nou ja, je maakt er ook mensen meteen heel erg blij mee. Want niet veel mensen doen het. Maar ik zou willen dat mensen het vaker zouden doen, want hoe mooi is als de mensen letterlijk dansen door het leven. Weet je wel. Je kan iemand ook. Gewoon, ja, dat is toch fucking vet. Weet je, het is nog nooit dat ik dansend zeg maar ergens loop en dat iemand zegt, wat ben jij nou raar aan het doen? Mm-hmm. Iedereen lacht met je mee, weet je wel, je kan gewoon iemand letterlijk een lach op hun gezicht toveren en hoe fijn is dat als je dat iemand kan geven? Want je geeft iemand een positief gevoel, weet je wel, ik zend het uit naar jou en jij geeft een smile back naar mij, weet je. Yeah. Dus jij geeft jouw energie weer terug. Ja, dus dat is gewoon super mooi, weet je. Als je dat begrijpt, dat jij gewoon iemand anders vibe op dat moment gewoon positief kan veranderen. Mm. Door gewoon jezelf te zijn. Gewoon, en je niet te schamen, gewoon let it go. Doe wat je op dat moment voelt. Als ik voel dat ik wil dansen, dan ga ik gewoon dansen. Ja, precies dat. Precies dat. Ik had jou het verhaal verteld van op Utrecht Centraal, toen doorbrak ik daar ook van, ja, ik zat dikke vette techno te luisteren en ik wilde gaan dansen. Maar iets hield me tegen en ik was van, ik voel dat ik wil gaan dansen, maar er is een gedachte die me tegenhoudt van, ja, ik sta op Utrecht Centraal, een beetje raar. Boeien, weet je wel, ik ga nu gewoon dansen. Dus toen ben ik gaan dansen en sindsdien dans ik echt overal en het is gewoon zo lekker. Je laat gewoon je energie flowen. Dat is het gewoon met dansen, weet je wel. Je doet gewoon letterlijk wat in je opkomt. Het voelt zo chill. Letterlijk zo chill. Het hoeft niet per se, weet je wel, als je niet kan dansen, boeiend. Doe gewoon hoe jij wil bewegen. Laat gewoon je energie flowen. Lekker belangrijk hoe het eruit ziet. Weet je wel, dan ben jij bezig met hoe het eruit ziet. Omdat je misschien denkt van, oh, misschien vindt diegene mij er raar uitzien. Hey, en daardoor gaat het juist mis. Laat het los wat andere mensen van je denken. Doe wat jij wil. Fuck dat. Ja, 100%. En heb je altijd zo in het leven gestaan in de zin van, het boeit me niet wat andere mensen denken? Nee, dat is wel echt met de jaren gekomen. Kijk, je wordt ook ouder en dan ga je er ook steeds veel minder om geven wat mm-hmm. andere mensen ervan vinden. Mm-hmm. Als jij gek doet, ja, nou, weet je wel, ik voel me daar prettig bij, dus sorry. Je hoeft niet per se te kijken, hoor. Weet je, ik vraag niet of jij naar mij wil kijken. Yeah. Ik ben hier op dit moment gewoon mezelf. Yeah. En ik vind ook gewoon dat iedereen dat gewoon lekker moet doen, want dan voelt het ook gewoon heel chill. Mm-hmm. Doe gewoon waar jij je goed bij voelt. En probeer niet te veel na te denken wat andere mensen daarvan vinden. Of weet ik veel wat. Kijk, iedereen heeft wel een mening altijd. Maar mm-hmm. als jij daar overal heel veel waarde aan moet hechten. Wie ben jij dan nog zelf als persoon? Weet je? Want dan ga jij steeds aanpassen als persoon wie jij eigenlijk wil zijn. Maar je gaat mm-hmm. je steeds aanpassen naar iemand anders mening. Of hoe diegene zou te gedragen. Kijk, als wij allemaal gaan aanpassen aan iemand anders mening hoe diegene zou kunnen, zijn we allemaal hetzelfde. Yeah. Want dan gaan we allemaal hetzelfde zijn als dat die persoon is. Mm-hmm. Dat wil je toch helemaal niet? Nee. En dat is toch ook veel leuker als we gewoon allemaal verschillende mensen hier op de wereld hebben. Ja, dat inderdaad. Iedereen lekker zijn eigen ding aan het doen is. En iedereen heeft zijn eigen stijltje. En iedereen heeft zijn eigen gekkigheid.
En iedereen heeft zijn eigen ding gewoon. Ja, ja, ik dat vind dat echt mooi. Dat is echt prachtig. Jij doet nu echt wat je het allerliefste wilt doen. Je doet wat je echt leuk vindt, weet je wel. Waarom vind je dat zo belangrijk? Omdat ik dan het... Ja, dan ervaar ik het meeste geluk in mezelf. Als ik doe wat ik leuk vind om te doen... Mm. Ja, dan is dat gewoon het mooiste wat er is. Want dan geeft jou... Dat geeft jou het gelukkigste gevoel. Geeft je de minste stress. Geeft je het fijnste gevoel. Je bent gelukkig. Je straalt het uit. Mm-hmm. Want als jij straalt van binnen... Straal je dat ook naar buiten uit. Ja, ja, 100%. En als jij dat naar buiten straalt... Trek jij alles aan wat op dat moment... op jouw pad is en wat je wil bereiken. Weet je, het is allemaal zoveel... Het gaat zoveel meer openstaan eigenlijk van wanneer jij intern gelukkig bent, dan trek jij ook die mensen aan die, weet je wel, die ook gewoon in die positieve vibe zitten. Het is heel typisch altijd dat bijvoorbeeld mensen die heel negatief in het leven staan, heel veel over andere mensen bijvoorbeeld aan het praten zijn. Dan ben je jezelf de hele tijd met negativiteit aan het voeden. Dus, en je bent met dat groepje elkaar ook steeds aan het voeden. Om daar in die negativiteit te blijven hangen eigenlijk. Ja, ja, ja. Ben jij heel erg positief en je staat voor open voor positiviteit. Je bent zelf helemaal intern gelukkig. Je bent lekker aan het sporten. Je voelt je goed. Je mind is gewoon lekker positief. Je ziet alles op een... Je probeert alles in een oplossingsgerichte mindset te bekijken. Dan trek jij ook mensen aan die op die manier leven, weet je wel. En dan ga jij ook mensen gewoon... Ja, dan ga je echt gewoon leuke connecties opdoen ook gewoon, weet je. Je bent gewoon... Je bent echt wat je denkt dat je bent. Ja. Dus denk jij van, weet je wel, ik kan niks, blablabla. Ja, dan gaat het ook niet lukken, weet je wel. Denk gewoon, ik ga dit gewoon doen. Ja. Dan verandert alles. Gewoon, en kijk gewoon... Het klinkt heel stom, maar kijk gewoon in de spiegel en denk gewoon, dit wordt mijn dag. Wij gaan dit doen, weet je wel. Yeah. Ja, het klinkt heel raar. Ik zeg dat soms echt tegen mezelf. En het geeft me echt gewoon een goed gevoel, want ik denk van, je bent jezelf positief aan het benaderen. Mm-hmm. Soms heb je zo'n dag dat je denkt, weet je wel, je hebt niet altijd een goede dag. Soms stap je je bed uit en denk je van, voelt niet helemaal chill. Mm-hmm. Ga voor de spiegel staan, ga jezelf gewoon affirmeren. Ja, positief benaderen. Ga jezelf positieve dingen toespreken. Mm-hmm. Ga de positieve dingen benoemen die wel goed gaan in je leven. Mm-hmm. Waar je trots op bent, waar je dankbaar voor bent. Mm-hmm. En dan ga je die energie weer in jezelf gewoon... Ja, je gaat het weer aanwakkeren. En geloof mij, als jij dat gaat doen, dan ga je gewoon echt veel beter de dag door. 100%. 100%. Ja, ik voel dat ik hem langzaamaan wil afsluiten. Ja, ja. Ik ben ook echt volgens mij een beetje aan het verbranden. Zo, ja, we zitten hier echt vol in de zon. wat ik gewoon hoor in jouw verhaal en in jouw energie en wie jij bent. Jij staat aan. We zijn spiegels voor elkaar bij heel veel dingen. Jij staat aan. Jij onderneemt de actie die nodig is. En dat is voor iedereen ook even fucking belangrijk. Gewoon als jij iets... wil, wat dan ook, het komt uiteindelijk allemaal neer op actie. En natuurlijk heb je allemaal tools en hè, je why moet je weten. En waarom je het dus wil. En dit en dat en zo en zo. Maar uiteindelijk is de laatste stap en de meest belangrijkste is actie. Blijf doen. Niet voor altijd doen. Voorbereiden. Doen en take the risk, weet je wel. Doe het gewoon. Ja. Probeer niet te veel na te denken, dat is het vooral. Jij voelt het dat jij iets heel graag wil, blijf bij dat gevoel. Want je mind wil het gaan overnemen en gaat allemaal redenen bedenken om het niet te doen. Niet doen. Blijf in het gevoel. En just go. Ja. Ja, heerlijk. Wat zou jij de nieuwe generatie op dit moment vanuit jouw hart willen meegeven? Ga veel op reis. Ga alleen op reis. Kom jezelf tegen. Ga kijken wat je echt gelukkig maakt. Wat je wil zijn. Wie je wil zijn. Waar je wil zijn. En ga daar gewoon... uiteindelijk een business om te creëren, zodat jij eigenlijk je hobby letterlijk aan het doen bent. Mm-hmm. En probeer jezelf echt die freedom te gunnen en creëer die freedom voor jezelf, want dan leven we, weet je wel. Mm-hmm. We zijn aan het leven wanneer we het ultieme vrijheidsgevoel creëren. Daar heb je niet per se veel geld voor nodig. Mm-hmm. Probeer minder uit te geven aan onnodige dingen, maar juist aan de dingen die je gelukkig maakt. Dus wil je vaak op reis en heb je niet zoveel gespaard,
ga dan zorgen dat jij in ieder geval niet de dingen, ga niet onnodige dingen kopen. Probeer dat geld even te sparen in een potje en ga die reis maken. Want een reis maakt jou zoveel rijker als persoon. Mm-hmm. Omdat je bent aan het groeien als persoon. Je leert mensen kennen waar je lessen uit kan halen. Je leert andere culturen. Het is zoveel wat je kan leren tijdens een reis. Mm-hmm. En gun jezelf dat gewoon. En alleen reizen is niet eng. Iedereen denkt dat het eng is. Het is niet eng. Mm-hmm. Soms misschien wel, maar dat is niet erg, weet je. Nee, maar daar leer je ook wel weer van. Yeah. Weet je wel, als het eng is. Ja. Yeah. Maar we denken heel vaak dat dingen eng zijn zonder dat we het eigenlijk hebben ervaren. Yeah. Dus ga eerst die ervaring aan en ga dan pas zeggen wat het is. Precies. Dat was ook toen ik in Mexico was. Iedereen van tevoren zegt, Mexico is wel gevaarlijk, oppassen. Ja, ik denk er niet eens over na. Want ik loop door het leven vanuit vertrouwen. Dus ga ik dan die dingen aantrekken? Nee. Tuurlijk kan er altijd iets gebeuren, maar ja, ik geloof gewoon dat die kans dus zoveel kleiner is als jij vanuit gewoon een vertrouwde energie dus zeg maar gaat bewandelen. En ja, heel mooi. Ja. Heel mooi. Ik wil je gewoon bedanken. Dank je, jij ook, dank je. Als mensen met jou in contact willen komen om jou een vraag te stellen of ze denken, zus, god, nog niet die energie of whatever. Hey. En dan wil even mee in contact komen, dan kan ik gewoon via Instagram, denk ik. Ja, via Instagram. SusieQFit heet ik op Instagram. Top, ik zet jouw linkje zet ik gewoon in de beschrijving. Yes. Dus mocht je interessant vinden, dan kun je Suus even connecten op Instagram. ja, we hadden dus al een podcast opgenomen, dus het was een iets versnelde en een verkortere. Ik hoop dat jij de nodige dingen eruit hebt gehaald. En nou, dan zeg ik zoals altijd, geniet bewust van het moment. En tot de volgende keer. En alvast een heel erg mooi 2023 sowieso. Ga er wat van maken. Woo! Let's go. En maak al je dromen gewoon waar. Echt. Just go for it. Pats.